Voor de bestrijding van plagen in de koolteelt zijn steeds minder middelen beschikbaar. Om de kool gedurende de volledige cyclus goed te beschermen, zijn natuurlijke vijanden van groot belang. Om sluipwespen en roofkevers in leven te houden, is het daarom beter om de inzet van chemische middelen, zoals bijvoorbeeld pirituïden, te beperken. Het bestrijden van rupsen is goed mogelijk met DipelDF, een bacteriepreparaat. DipelDF doodt rupsen snel en effectief en natuurlijke vijanden, zoals sluipwespen en roofkevers, blijven in leven. DipelDF is kortom een groen middel zonder residu. Bovendien is de kans op resistentie minimaal. Steeds meer adviseurs en telers raken daarom overtuigd van de kracht van DipelDF. DipelDF werkt het best op jonge larven. Monitoring is daarom belangrijk. Zet het middel in bij waarneming van vlinders en motjes. Of bij het vinden van de eerste rupsen. De behandeling kan meerdere keren worden herhaald, met een maximum van 8 keer. Houd daarbij de ontwikkelingssnelheid van het gewas in de gaten, want onbedekt blad is niet beschermd. Herhaal daarom de behandeling bij hergroei. Onthoud vooral dit, er zijn steeds minder middelen beschikbaar in de koolteelt. Om plaaginsecten het hele seizoen goed te beheersen, is het belangrijk om natuurlijke vijanden te sparen. Daarom is DipelDF de ideale start tegen rupsen in sluit- en spruitkool. DipelDF is een groen en zeer effectief middel. En op basis van de werking is resistentie vrijwel uitgesloten.